vangt momenteel zo'n 400.000 mensen op. Dit betekent dat eigenlijk er gewoon niet genoeg levensreddende basismiddelen zijn, zoals schoon water. En nu, hier in de studio, een muzikale primeur, Maite Hontelé. Publiek hebben we niet. Ja, kom even zitten. U hoorde Maite Hontelé, Nederlands trompetiste en reuze beroemd als salsa muzikant in Colombia. Goedenavond, wat speelde je nu? Goedenavond, even buiten adem. Ik speelde nu een nummer van mijn laatste CD, Añoranzas.